Meneer Van der Hoofd. Gaat u vandaag wel meewerken? Goed. De civiele input wordt volledig meegenomen in een operatieplan. Burgers en militairen werken hier hand in hand, omdat ze ook al in Nederland, voordat we hier naartoe gaan, samen opwerken. Vanuit het besef dat je geen volledige veiligheid krijgt zonder ook een mate van ontwikkeling. Ik moet in alle eerlijkheid zeggen, als iemand aan me had gevraagd, een marathon in Oeruzgan, is dat mogelijk? Dan denk ik nee. Maar hij is mogelijk, dat zie je. Maar het is geweldig dat de Afghanen meedoen. Ik vroeg, zijn jullie er klaar voor? En allemaal de duim omhoog en ze zijn er klaar voor. Ik heb zelfs het parcours nog niet verkend. Dus ik ben nog onder de indruk van alle verhalen die over het parcours worden verteld. Nou, veel succes voor de rest van het parcours. Zeer bedankt, heb ik nodig. Je had het zwaar, hè, op een gegeven moment. Ja, dat is zwaar, maar gedaan. Hallo. Hallo. Tweede keer hier? Ja. Maar ik begrijp dat jullie niet tegen zijn, die tweede keer zijn. Even richting camera kijken als het is. Thank you very much. Zij hebben de hoogste prijs betaald voor hun moed en voor hun bereidheid om zich in te zetten voor een betere toekomst van de bevolking hier in Afghanistan. Zij verdienen ons aller respect. Wij moeten de herinnering aan hun levend houden. Kapitein Marinus Johannes Kroon. Is de militaire Willemsorde toegekend wegens moed, beleid en trouw, betoond als commandant van een peloton van het Korps Commandotroepen in Afghanistan in 2006. Hij krijgt deze onderscheiding niet voor één enkele actie, maar voor zijn optreden als leider, als militair en als mens tijdens de hele missie. Spanse RUF infanterie. Ja, je kunt het als een taxi zien waarbij de infanteristen richting vijand worden gebracht. Ik ga in een tank rijden, omdat ik het heel cool vind. Hier komen ze aan met z'n tweeën. Ze gaan behoorlijk hard. Dus ook daarom maakt het de vijand ook moeilijker om hem te kunnen raken. Mijn besluit is dat er een constructie komt, zoals bij het Defensie-helikoptercommando. Dus we voegen het bij elkaar en dat gaan we onderbrengen bij het commando landstrijdkrachten. Ik heb enorm veel respect voor de expertise en voor de internationale waardering die er bestaat voor de vakmensen van de groep geleide wapens. Ik denk dat het een zware opleiding wordt. Het is heel veel sporten. Lijkt me wel wat. Goede voorbereiding voor een opleiding bij de landmacht. Dus die zitten ook in het leger. En ik vind allebei mooi. Misschien dat combineren. Dat is waar, uitdagend. Maar ook al leuk.
Oefening FLURX is een oefening in het kader van de intensivering civiel-militaire samenwerking. En Defensie ondersteunt met onder andere een linkshelikopter van de Defensie Helikoptercommando en van de Landmacht militairen van 105 brugcompie uit Wezep en van 14 hospitaalcompie uit Ermelo en natuurlijk militairen van de NATRES uit de regio hier in Noord-Holland. Boats with about 17 men per boat. Half of them could not get out. They were either dead or injured. So when we got about 40 of them that were in good shape, I said, let's go. Don't stop for anything. Met een grote groep Franse en Afghaanse militairen gaan Gerco en Frank naar de Tanji-vallei. Een gebied waar het nog wel eens wil spannen. De actie in de Tanji-vallei verloopt voorspoedig. De Taliban heeft het kennelijk nog te druk met oogsten van papaver, ofwel poppies, nodig voor de heroïneproductie. Dus wordt er niet gevochten. Het onmogelijke wordt hier mogelijk gemaakt. De laatste van de drie verongelukte locomotieven onder het viaduct van de A15 in Barendrecht lijkt onwrikbaar vast te zitten. Ondertussen wordt met inzet van een van de twee aanwezige Leopard-tanks ook de gekantelde locomotief overeind getrokken. Vandaag eren wij 8 militairen die op uitzonderlijke wijze vorm hebben gegeven aan hun taak bij de Nederlandse krijgsmacht. Ze hebben moed en leiderschap getoond onder vuur. Ze hebben op cruciale momenten het verschil gemaakt. Onder moeilijke omstandigheden. Met gevaar voor eigen leven. Ze hebben met hun daden de voortgang van hun missie bevorderd. Wij onderscheiden u hiervoor met het Bronzen Kruis en het Kruis van Verdiensten. My name is Captain Kaviriki Moses. I'm engineer. I'm the chief here. We zijn hier op Kanosha, politiepost. 3 gebouwen zijn we aan het bouwen. 2 hangars, er worden slaapgebouwen en 1 doucheruimte. They work together. We see they have the experience